vrouwen. Als we dat hebben nog. Niet als we erop ingezoomd staan. Ik. Ja, daar gaan ze. Want ja, ik zit dus aan de meiden vast, hè? Op de meiden aan mij. Ja. Kom op. Ja, kom dan. Boink. Er was een camera. Ja, een hele hartelijke welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En we lopen weer gezellig buiten. Ja, dus het komt helemaal goed. Het is vandaag alweer reeds maandag en het is zeg maar 2:15 ongeveer plus minus. Ik weet nog niet wat ze aan het doen zijn. Aan het ruiken en aan het snuffelen. En Willy is ook al lekker bezig in mijn huisje. We hebben eerst lekker koffie zitten te leuten en te doen. En het is weer prachtig mooi weer. Alleen wel een hoop bewolking erbij. En veren. Wat men noemt. En een hoop meeuwen. Ook dat hebben we nog. Ik weet niet of ik erop ingezoomd sta. Want ik... Ja, daar gaan ze. Want ja, ik zit dus aan de meiden vast, hè. Of de meiden aan mij. Ja. Dus, het komt helemaal goed. En het is gewoon heerlijk weer. Ik heb ook de folie van mijn tattoo afgehaald. Dat laat ik jullie thuis wel weer zien. Ja, want het zat helemaal opgerold. Vanaf mijn pols een stukje naar boven. Het irriteerde me en dat deed. En het was gewoon niet fijn meer. Ja. Dus, maar het komt helemaal goed. Het ziet er mooi uit. Ik heb er zelf op gedaan. Dus. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van dit prachtige mooie weer. Ga er desnoods op uit dat je niet hoeft te werken. Kijk, daar loopt ook een mooie hond. Ook zo'n soort husky geval. Ja. Maar in ieder geval, ik zal weer stoppen, want ik moet zometeen oversteken. Dus de meisjes moeten kort. En aangezien dat ik ook niet weet wat die hond doet, en er komt nog een hondje aan. Ja, kijk. Dus ja, dat dus. Het hondje liever. Helemaal geweldig. Wel een mooi hondje trouwens. Mooi beestje. Echt ook een husky. Echt mooi. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze. En tot later. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja, en het was maar goed dat ik weer afsloot net onderweg. Want die meneer met die twee honden kwamen naar onze kant toe. En ik ben de hele tijd met de stand te praten. Tenminste, met die man dan. En die grote hond die daar losliep, dat was in mijn ogen ook een husky met nog wat. Maar hij zei weer een Siberische herder. Ik denk, bestaat dat ook al? Maar ik heb gegoogeld en een Siberische herder. En dan krijg je dat zien. Maar ja, dat zijn in mijn ogen huskies. Dus dan is het gewoon een husky met een herder. Nou, dan krijg je geen Siberische herder. Nee, dan neem je een kruising van een Siberische husky en een herder. En wat voor een herder? Ja, Joost mag het weten. Maar neem Elming, dat is een Siberische husky met een border collie. Dus ja, hè? Weet het allemaal niet hoor. Het zal me een worst wezen. Maar het was een mannetjeshond. En dat andere was weer een vrouwtje.
Maar het ging prima. Ja, af en toe was het even een beetje gegrom heen en weer. Nou ja, dat moet kunnen. Maar ze waren wel lief tegen elkaar verder. Nou, helemaal trots op ze. Ja. En ik zal mijn tato even laten zien zonder plastic. Ja. Is die mooi of is die mooi? Is die mooi? Ik zal even de klepje draaien, dan zie ik zelf ook nog wat. Ja, mooi hè. Ja, ik vind hem helemaal mooi. En nogmaals, hij is nog niet af, lieve vrienden. Nee, Poeserbeestje krijgt dezelfde kleur dan Gandalf. Wordt allemaal zwart met grijs. En ik zeg mijn poesie, dat moet de kleur krijgen van mijn Poeserbeestje. Ja. Ja toch? Ik vind het wel. Ik ben er helemaal blij mee. Ja, ja. Echt wel. Ik kreeg er net van een vriendin een video binnen. Die ga ik even op YouTube bekijken. Dan weet ik tenminste of zij inderdaad dit van vandaag is of al een oude is. Dat weet ik dus niet. Daar gaan we zo meteen achterkomen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van jullie dag. Ja, ik zie haar weer. Ja, 5 uur geleden is zij. Is dat dezelfde? Even zien. Maar, ja, is dezelfde. Dus ga ik mooi lekker even daar bekijken en dan komt het allemaal mooi goed. Ik zou zeggen, geniet ze. Tot later. Gandalf, je bent een oude zeur. Drin eruit, drin eruit, drin eruit en nog eens drin eruit. Gandalf. Hé? Gandalf. Ja, kom dan. Boink. Dat was een camera. Hé? Moet je zoveel vertellen? Nou, mooi, he? Dit krijgen we niet in beeld. Ja, nou ja, wie zijn er weer? Ja, onze lieftallige Patrick is vrij. Laat mij die arm eens even zien. Is die duidelijk genoeg? Wacht even. Zo, ja. Ja, maar je had er ook een vanaf de zijkant, dat je dat ook niet. Ik zie amper wat, want hij wil niet scherp worden. Je moet er even dichterbij houden. Wel mooi, ja. Ja, ik vind het wel mooi hoor. Ja, maar weet je ook met die tattoo, dat die, vanaf de zijkant, die is wel oké. Okay. Ja, nou, je stuurt me door naar hem, want ik weet het helemaal niet hoor. Dan horen we nog woensdag wel van hem. Toch? Ja. En wat ben jij aan het doen? Spelletje op de telefoon. Ja, moet kunnen. En dan zag ik er net wat lopen. Nou, ik dacht naar Wouter toe, maar het kan ook naar binnen. Want ik zie hier niks. Dan kan het wezen dat diegene daar is. Waar Elwin ligt, oh, die ligt daar. Maar dan ligt die kleine weer op het vertrouwde plekje. Daar. Nee, en daar ligt ons meisje. Lekker cool, hè? Ja, lekker cool is, schat. Joh, oh goeie. Oh goeie, ze is zo lief. En jij bent een kleine laspot. Ja, nou, een Elwing die legt daar naast Patrick op de bank. Moet ook helemaal kunnen, die ligt daar ook zo lekker lief, lief, lief. Die ligt lekker te slapen. Dus moet allemaal kunnen en we zitten aan de koffie. Zullen jullie die bakjes nou hierop zetten? Ja, helemaal moe. Dus, maar in ieder geval, wij gaan lekker aan een bakje koffie. Aan de kikker. Ja, er zit een kikkertje in. Aha, maar het is wel lekker. Dus ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje mee. Zo, lieve vrienden, daar ben ik weer. Ja, want ja, ook heb ik een jarige vandaag. En dat is wel mijn eigen bloed, eigen dochter. Maar ik heb niet eerder de kans gehad om voor haar te gaan zingen en te feliciteren.
Omdat, ja, ik had het druk. Ten eerste ben ik op straat begonnen te openen. Ga ik niet lopen te zingen. Ik had Willy. Ik had Patrick en Sky. Dus ja, en dan ben ik alleen met de meisjes. En ja, wie is de jarig? Ze is 25 jaar geworden. 25 zomers jong. En ze heet Katja Hoekstra. Ja, mijn lieftallige dochter. 25 jaar alweer meisje. Gaat hard. Ja, en ik weet dat je mij ook mist, want ik mis jou net zo hard. Ja, maar je kan er niks aan doen. Ik hoop ooit dat ik je weer mag zien, ooit kom te zien. Wat doe jij? Hou eens even op. Dat was onze Elving die eventjes mij liet schrikken. Maar in ieder geval, lieve, lieve Katja, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En nog vele jaren erbij. En een dikke kus van je moeder erbovenop. En ik ga eventjes voor jou zingen, lieve schat. Lang zal Katja leven, lang zal Katja leven. Lang zal Katja leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Ze leven hoog, zij leven hoog. Ze leven hoog, zij leven hoog. Ja, hoog, ja, hoog. Zij leven hoog. Hiep-diep, hoera, hiep-diep. Hoera, riep, riep, hoera. Meisje, ik hoop dat je deze hele mooie, ja, hier schijnt de zon, ik weet niet bij jou daar in Ede, maar waar je ook bent, lieve schat, ik hoop dat voor jou de zon mag schijnen en jou mag verblijden met heel veel mooie cadeaus, van wie dan ook. Helaas, ik weet niet waar je bent, dan alleen nog in Ede en voor de rest, ja, misschien ben je daar ook wel weer weg hoor, ik weet het niet. Ik hoop dat je me ooit eens een keer weer contact opneemt en dat je het me laat weten. Want ja, er zijn er twee die jou missen, je zus Karin en ik. Ja, we zijn stapelgek op je en we missen je. En ja, je weet op mijn telefoon hopelijk dat je belt maar. Je weet Facebook, je weet YouTube. Ik zou zeggen, schrijf wat en komt alles weer wel weer goed, hopelijk. Maar in ieder geval van vandaag een hele, hele mooie dag verder. Geniet ervan met degene die bij jou zijn of bij jou waren, hoop ik dat je genoten hebt. En veel plezier met alles wat je gaat doen en wat je nog net gedaan hebt of wat dan ook. Ik hoop dat je lievelingseten hebt gehad, hoop ik ook voor jou. Ik hoop gewoon op veel geluk voor jou. Doei schat. Zo lieve vrienden. Ja, ik ga zo met de meisjes weer even lopen. Even een blokje om mijn kind. Ja hè. Ja. Ja, kriebel de kriebel. Hè? Maar we gaan dus even een blokje lopen. En even weer een kilometertje om. En daarna gaan we lekker naar bedje toe. Want ja. Ik ben eigenlijk weer gesloopt, wat dat er gaat. Ik wil lekker weer naar mijn bedje, lekker slapen. Morgen weer een drukke dag. Morgen komt Erwin weer. En ik wil op de Hittersmarkt over. En ik zal mijn locatie doorgeven aan de jongens. En ik wil dan ook nog na de Hittersmarkt even kijken of Marianne thuis is. Ja. En dan daar even een bakkie doen. En dan weer lekker naar huis. Ja, want ook moet ik morgen natuurlijk weer een vlog in elkaar zetten. Ja, dat gaat allemaal door. Dag in, dag uit. Hé, Elwing, of niet dan? Die legt weer lang uit naast me. En de Rijka, die is op de bank bezig. Ja, dat is helemaal weer goed. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, een bel terug te slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard
gewoon allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. Moet ik ook. En dat probeer ik ook. Zeker te weten. En jullie weten het allemaal. God die houdt over ons allemaal de wacht. Maar ik zeg, tot aan de andere kant van de nacht. Doei!